pakken mijn boeken uit om het zelf te reageren. Ik geloof niet dat ze er veel aan veranderd heeft. Nu geesteskind nummer 10. Alhoewel er wel een bloemlezing meegeteld wordt en een herziene uitgave van mijn autobiografie, Mijn leven achter onzichtbare tralies. Bij deze tweede versie zitten door mij ingesproken cd's. De doelstelling van een getalenteerd mens spreekt voor zich. Ik ga nu niet bepaald dansen door het leven. Alhoewel ik niet ongetalenteerd tot mijn 15e op een letter zet. 66 jaar oud, nagenoeg rolstoel verbonden, maak ik een soort kaga of leg ik mijn voeten in mijn nek. Okay. U zal mij op mijn woord moeten geloven, want een demonstratie ga ik niet geven. Ja. Een fijne vorm van zelfexpressie, maar ik hou niet van de dans om naar te kijken. Ik ben vooral met mijn hersenen bezig. Alhoewel mijn emoties de boventoon voeren in al mijn boeken, is het toch ook een stuk verslaggeving van buitenaf naar mijn leven en wereld kijkend. Kort geleden kreeg ik van iemand de nare opmerking dat ik mijn traumata cultiveer, terwijl het voor mij een ultieme vorm van sublimatie is om al mijn ziek zijn te hanteren of op zijn minst draaglijker te maken. Als ik dit kwetsende woord omdraag tot iets positiefs en het ook daadwerkelijk gelukt is, dat ik angst, verdriet en pijn tot cultuur heb weten te verheffen, dan is het geen verwijt meer, maar een compliment. Maar dat is ter beoordeling van de lezer. Daarbij kan ik verwijzen naar de regels op de uitnodiging, maar dat beruchte, te weinig kritisch naar mezelf gekeken hebben, de eerste boek, Dissonante Symfonie, waarin ik de zin problematiek als inspiratiebron heb gewerkt. Behalve mijn autobiografie, mijn lievelingsboek, althans van de door mij geschreven boeken, vind ik zelf een traan met een kwinkslag mijn meest geslaagde en compacte boekje. Verder ben ik dol op spelen met taal, wat u terug kunt vinden in mijn woordkennis. Bij dit boek misschien dezelfde fout als bij mijn eerste, in de dwang naar volmaaktheid, de oeverloos. Hier zijn een paar doeken die ook een plekje hebben in het boek. Er zijn er veel meer. Allemaal bij mij te bestellen. Op transport, voor mij een hele eer, nu nog in stok, maar komt op een tentoonstelling in Westerbork. En op de eerstkomende Holocaust-herdenking in Kamp Aardigheid. Nu eindig ik waarmee ik had moeten beginnen. Ik heet alle aanwezigen, familie, vrienden en pers, van harte welkom. En hoop op een boeiende en bloeiende middag voor jullie en voor mij de afsluiting van een verdrietig jaar waarin mijn beide ouders zijn overleden en misschien een keerpunt in mijn carrière. Een jaar waar misschien de documentaire over mijn leven op televisie komt, waaruit er straks een klein kind te zien is. Helaas is de cineast Willy Lindwood op vakantie en dus verhinderd. Rest mij nog mijn dank uit te spreken aan mijn uitgever, Jitske Kinga. Een paar jaar geleden is vanzelf begonnen en we zijn elkaar trouw gebleven. Ik mag wel zeggen, lief en leed gedeeld. Ik vrees dat zij en haar medewerkers me af en toe kunnen schieten. En dat ik bij alles een vinger in de pap wil hebben. Alle ideeën van Curvo's layout. En dan nog even dit erbij en dat. Vreemd voor een mens met weinig zelfvertrouwen, zoals ook spreekt uit het boek. Hier is de vrouw in de spiegel. En ze speurloos. Nu zijn contradicties mij niet vreemd. Opnieuw dreigt de onverloosheid. En daarom heb ik nu het glas dat lijkt imaginair te zijn. Lagaim, oftewel op het leven. Jitske, aan jou. Thank you.
kijken, maar aangezien ik mijn bril niet op heb, heb ik geen idee wie ik wel en niet heb aangekeken. Dus nu zie ik jullie wel allemaal en geef ik opnieuw, heet ik jullie opnieuw welkom. Jitske. Ja. Nou, we kunnen jou in ieder geval allemaal zien en dat is maar goed ook. En zoals je zelf ook al zei, ben jij bij onze uitgeverij altijd bijzonder zichtbaar. Nou, jullie weten inmiddels, mijn naam is Jitske Kingma. Ik werk bij uitgeverij Elixir, zelf opgericht in 2007. En de reden dat ik het heb opgericht is eigenlijk mede om mensen zoals Manja te kunnen geven wat ze wil. Bij het bedrijf waar ik werkte, daar zijn we begonnen samen. En inderdaad, in die Brune actie, dat was echt een gekke huis. En toen zei hij van, dan komen we wel bekend voor, dan weet ik ook alles van. Daar hadden we het zo verschrikkelijk druk, maar het boek van Manja viel heel erg op. En wij hebben daar samen toen heel hard aan gewerkt. Terwijl het om me heen was iedereen met van alles tegelijk bezig. En het was hartstikke druk. En ik weet nog dat ik ook tot de orde werd geroepen dat ik zoveel tijd had één van al die manuscripten besteden. Dat werd eigenlijk niet mijn dank afgenomen. En ja, dan kun je proberen uit te leggen waarom je dat doet. Maar dat lukte me eigenlijk niet zo snel. Maar toen ik in 2007, hadden we de tweede actie, kwamen weer allemaal manuscripten binnen. En ja, eigenlijk wou ik graag als uitgeefster met mijn hart met het werk bezig zijn. En als je met je hart bezig bent, ja, dan kom je eigenlijk ook aan het hart en in het hart van iemand anders. Nou, in het hart van Manja is altijd een verrassend pad als je dus met Manja samen op een weg loopt. Aan de ene kant kan ze soms heel boos op mij zijn. Dat hoor ik dan nog wel op het antwoordapparaat. Dan denk ik, oké. Soms luister ik even een paar keer extra, wat zegt ze? Nou, soms is ze erg boos. En als ze maar dan mailt ze ook in rood en met grote letters en zo. En, ja, als we elkaar spreken ook. En nou ja, goed, soms zeg ik, ben me van geen kwaad bewust. Maar heel vaak heeft ze dan toch gelijk. Dat is een beetje jammer, Goed, daar leer ik weer van. Maar Manja is ook heel lief. En mensen die haar kennen, die weten dat. Soms verwacht je het helemaal niet. Maar ze voelt eigenlijk altijd precies je stemming aan. En nou, een van de dingen waar ik vandaag mee bezig was. Ik zal toch even vertellen, Manja, is, nou, ik heb net weer, nadat ik jaren niet heb gereden, want ik had de laatste keer dat ik reed, 30 jaar geleden, een auto-ongeluk veroorzaakt. Met iemand die ook nog Kingma heet, dus dat vond die man het ergste. Ik vond het feit dat die auto's allebei totaal waren het ergste. Ik heet ook Kingma. Maar ja, goed, dat zijn van die rare dingen. En al die tijd durfde ik niet meer te rijden. En dan heb ik sinds kort geprobeerd het te overwinnen. Dus ik heb een hele schattige Suriname die mij door mijn vaarlijks heen helpt. Ik heb een auto gekocht. En ik dacht, laat ik nu eens proberen, het langste rit alle tijden, te doen naar iemand die precies weet wat angst is. Nou, toen zat ik daar in die auto, ging allemaal goed. Toen viel mijn tom-tom uit. Ik had geen idee. Ik weet alleen maar hoe snel je moet fietsen. Dus ik dacht, wat moet ik nu doen? Ik moet hem er weer in zien te krijgen, slingen over de snelweg. En toen dacht ik, paniek. Ja, dat ging niet goed hoor. Of ja, het ging wel goed, want ik zei je. Maar toen dacht ik, oké, nadenken. Dan moest ik toch wel even aan jou denken, Manja. Want jij hebt zo vaak, hè, dat je in een wereld zit waar je eigenlijk niet wilt zijn. En waar, nou ja, zoals jij het zelf ook zo goed uitdrukt, waar het angstbeestje bespringt. Dus dat angstbeest besprong mij op dat moment. En toen dacht ik, ja, er is maar één die hier wat aan kan doen. En dat ben ik zelf. Gelukkig was er ook nog een verkeerslicht, dus ik die tom-tom weer in pluggen. En toen moest ik heel hard omrijden volgens hem. Nou ja, ik denk, dat doe ik nou maar. Maar, ja. Dus, nou, maar goed, wat ik daarmee eigenlijk wil zeggen, niet dat ik nou graag voor jullie applaus wil, hoewel ik het wel verdiend op Manja dat eigenlijk steeds doet, door hier met z'n allen te zijn. En wat dat betreft ben je een groot voorbeeld van mij, Manja. En daarom vertel ik dit verhaal, want ik denk van, nou, ze doet het toch maar. Het is eigenlijk onmogelijk, je wilt het niet, je kunt het niet, maar je doet het toch. Nou, en dat is natuurlijk iets heel bijzonders. En mede daarom heb ik mijn eigen bedrijf opgericht, zodat ik samen met jou die hobbelige weg kan gaan met voetangels en klemmen, ravijnen, vulkanen, bergen en diepe dalen. Maar eigenlijk altijd met liefde. Ja. Dank u wel. Ook heeft beleefd en daar vervolgens in de autobiografie wat meer heeft geschreven. En die na afloop zei, nou, ik heb er heel erg veel aan gehad. Ik bepaalde moeilijke relaties, die heb ik daardoor achter me kunnen laten.
Heb jij een dergelijke reactie ook? Want ik heb hem gehad bij de tweede versie van mijn autobiografie, Mijn leven achter een zichtbare paradijs. De gesprekken met mijn recentelijk overleden ouders waren nooit mogelijk. Er is vaak gezegd, schrijf dit boek niet na hun dood. Het is nooit mijn oog, nooit mijn bedoeling geweest om ze na te vragen. Ik ben gaan schrijven wat dus mijn leven achter een zichtbare paradijs is. Genadeloos, voor hen, voor mezelf, eigenlijk voor iedereen. Maar ook hopelijk kan ik niet zelf worden. Hopelijk ook in de mansiraat. Ik werd me eerst niet in dank afgenomen. Het is een opening geweest tot gesprekken. Degenen die geweest zijn op de crematie van mijn moeder, hebben daar iets van meegekregen. Nu zijn ze enige tijd dood. En dan merk je, dan denk je dat je alles erin hebt gezet, al je gevoelens, dat je het verwerkt hebt. Maar dan merk je toch dat er dingen zijn die je toch nog verdrongen hebt. En die zich, nu ze zich er dus niet meer mee bemoeien, opnieuw openbaar. Ja. Is dat een antwoord op je vraag? Ja, niet helemaal, want je zegt als ik je mag zeggen, maar we zijn familie van elkaar. Mm. Je zegt dat het schrijven van de boeken, dat waren openingen naar de ander, maar ik vroeg eigenlijk naar jou. Nou, het was voor mij bepaald een vorm van catharsis in eerste instantie. Ja, dat je zelf daar ook beter van was. Het was echt in eerste instantie, ik ben zoals de meeste weten en ook in mijn boeken staan, van mijn 1500 psychiaters in behandeling. Ik heb nog altijd mensen heel hard nodig, maar de computer is mijn beste kameraad en mijn schrijven zeker. En veel is ventileren van alleen maar ellende, maar mijn leven achter onzichtbare tralies met name, is een periode, maar helaas een periode catharsis. Ja, dat is dus niet blijvend. Nee, helaas niet. Daarom ga je ook door. Niet echt achter me. Daarom ga je ook door met schrijven steeds. Dat je het steeds. Misschien wel. Ja. Maar ik schrijf zoals een traan met een kwinkslag. Wat ik al zei, van als ik jullie aan mag raden. Het is een veel kleiner boekje. Ik ben nog nooit zo kritisch geweest. Zoals ik eerder aangaf. Ongelooflijk, ongelooflijk. Er zitten 3 bundels in. Het waren eerst op zichzelf allemaal zulke dikke boeken. Dit is op de bloemlezing na het dunste boekje, maar ik denk, behalve dat ik gewoon zelf verliefd ben op mijn leven achter onzichtbare tralies, denk ik dat een traan met een kringslag, en met name die kringslag is natuurlijk ook belangrijk, dus hoofdzakelijk met de woordspelingen achterin, maar af en toe ook in teksten verwerken. En ik wil met name voor de pers die er aanwezig is, even heel nadrukkelijk zeggen dat ik op geen enkele wijze pretendeer dichter te zijn. Ik voldoe niet aan de regels van dichter. Ik wil dat ook niet. Ik geef bij alles een weerslag van mijn leven, of zoals ik ook in de speech verwerkte, van wat ik waarneem van buitenaf. En ik geloof dat het redelijk in staat ben om die beelden over te brengen. Ja, goed. Dankjewel. Je bedoelt de rechterpagina? 265, ja, rechterpagina. Eigenlijk is er altijd sprake van controle. Ook zonder scènes. Ik kan het totaal niet sturen. Ik gedraag me heel anders dan ik zou willen. En nu, vandaag, ook het controle van ons. Mezelf helemaal kwijt. Kom ik nog ooit in mijn gewone, of normale doen? Een rijp voor het gedaan. Maar daar kunnen ze niets voor me betekenen. Alleen maar martelen. Waarom denk ik dan toch dat ik erheen moet? Ik kan me niet aanraden. En Jitske, ik wist dus absoluut niet dat je dit uitspreekt. Ik denk dat ik misschien zelf iets heel anders kan. Dan kom je meteen word je geconfronteerd met iets wat gewoon heel actueel is. Er wordt
ontzettend gekort op mijn PGB. En er is zelfs een advies over my dead body voor een geriatrische een kleinschalige psychiatrische afdeling, geriatrie. Jullie zien, ik niet helemaal niet ontstaan, want af en toe loop wat enkel aan kan passen. Ik ben psychisch niet in orde, ik ben fysiek niet in orde, maar ik ben niet oud. Mijn ouders zijn het afgelopen half jaar overleden, 94, 96, en dat is oud. En als ik gehoord word voor de raad van beroep, een van mijn krachtige medewerkers, werkers, op een gegeven moment zelfs als twee, zijn bezig geweest met een bezwaar, dat is al niet nog een jaar afgewezen. Als ik gehoord zou worden door de centrale raad van beroep, dat klinkt misschien gigantisch theatraal, maar ik meen het wel, het is een dubbele moord. Die op mijn toch wel creatieve brein, als ik dat zo mag zeggen. Dan moet je dus op vel, muziektherapie, beeldend. Ik slaap gigantisch slecht. Beginnen ze met dagritme, dag-nachtritme, allemaal drama. En dat zou dus dan weer fysiek, en ik ben dus ook fysiek heel erg achteruit gegaan. Fysiek ook voor mij een voor. Dat is waar ik, waar nu een paar van mijn medewerkers en heel hard mee bezig zijn. Maar dat houdt dus als een waard van dadelijk.